In dit filmpje gaan we enkele queries maken op die tabellen die we hebben ingelezen in onze SQLite database. Dus we gebruiken nog steeds de DB browser voor SQLite. Je kan exact hetzelfde gaan doen in de SQLite add-on voor Firefox. We hadden drie tabellen ingelezen: groepen, kwartieren en outer city. Nu, ik zie hier dat er een probleempje is bij Outer City, omdat hij de jaren als labels heeft ingelezen en de stadskwartieren ook. Dat is niet zo handig, omdat hij dan ook alfabetisch sorteert en niet numeriek. Hetzelfde je ziet hier, door het feit dat die getallen links aligneren, heeft hij die eigenlijk foutief ingelezen. Dus we gaan eigenlijk de structuur van de databank aanpassen. Daarvoor gaan we naar Database Structure, Outer City, en nu ga ik Modify Table doen. En wat ik hier ga doen is, ik ga een aantal velden numeriek zetten. Dus ik kan die als integer zetten. Bijvoorbeeld, dan wordt er geen cijfer na de comma overgehouden. En ik denk dat dat hier overal het geval is eigenlijk. Dus ik ga al die variabelen, behalve de groepcode, ga ik eigenlijk omzetten naar integers. Dan heb ik ook die cijfers na de comma niet meer. Dus op die manier krijgen we dit dan voor elkaar. We gaan eventjes oké doen. Als we nu naar Browse Data gaan, dan krijgen we dit hier correct te zien. Dus daar zijn integers overgehouden. Oké, nu kunnen we queries op die databank gaan doen. Ik ga even naar Execute SQL. Ik heb hier een aantal queries klaargezet, maar ik begin nu met een nieuwe tab te maken. Dat doe je met deze knop, kan je een nieuwe tabblad maken. En het eenvoudigste is wanneer je gewoon alle kolommen uit je tabel haalt. Bijvoorbeeld hier uit Outer City, eindigt altijd met punt, comma. From Outer City moet dat zijn, dus select star from Outer City. Dus ik zeg, ik ga alle kolommen, dat doe ik met dat sterretje, from Outer City, en ik voer dat uit. Dan heb ik hier al die kolommen. Dus ik heb geen enkele beperking op mijn kolommen, ik heb ook geen beperking op mijn rij. Dus ik heb hier 2477 rijen. Ik kan zo'n query dan gaan opslaan als een SQL-bestand. Ik ga dat hier select 1 noemen. Hè. Dat is mijn eerste voorbeeld. .SQL. En ik sla dit op. Nu heb ik er nog enkele samen klaargezet. Bijvoorbeeld hier gaan we niet alle kolommen nemen, maar we kiezen er 3 uit. Dus year, men en women. From Outer City. Ik zet Outer City hierbij. Dat is niet strikt nodig, omdat ik maar uit één tabel selecteer en er dus geen dubbelzinnigheid is. Met dat je met relaties werkt, met meerdere tabellen, dan moet je echt aangeven vanuit welke tabel je kolom komt. Je veld of kolomnaam komt. Ik ga dat even uitvoeren. En dan zien we dus dat we het jaar, de mannen en de vrouwen, maar nog altijd 2477 rijen hebben. Oké. Een volgende query, daar gaan we er iets aan toevoegen. Dus we hebben nog altijd ons jaar. Ik voeg nu de groepcode ook aan toe, mannen, vrouwen. En ik haal het uit de tabel Outer City. Maar nu voeg ik iets toe, namelijk ik ga zeggen dat het jaar gelijk moet zijn aan 1699. En ik kan dan gaan sorteren. Wel, op het jaar sorteren heeft eigenlijk weinig zin, denk ik, hè, omdat we maar één jaar selecteren. Ik ga het sorteren op outercity.groepcode. We gaan dat even uitvoeren en nu krijgen we
voor het jaar 1699 en dan de groepcodes gesorteerd. Met dan mannen en vrouwen. Ik ga deze versie bewaren. Nu. Dus we hebben nu toegevoegd die werklaus en het sorteren. We kunnen even verder gaan kijken. Waarbij we naast dus ons jaar groepcode mannen vrouwen eigenlijk ook een nieuw veld gaan definiëren. Namelijk, ik tel al die variabelen waar de gegevens van de kinderen in staan. En dus als we even naar Browse Data gaan staan, dan zie je dat je men hebt, women, en dan jongens ouder of gelijk aan 14, jonger dan 14, meisjes ouder of gelijk aan 14, jonger dan 14 en child. Ik zou die nu allemaal willen samentellen. En dat doe ik door dat als volgt. Ik tel ze op en ik zet dan S kinderen. Ik ga dan weer beperken. En goed, deze sortering is niet echt nodig zo. Dus we voeren dit uit. En dan krijgen we nu een nieuwe variabele kinderen erbij. Met deze waarde. En dit kan ik ook weer gaan bewaren. Nu. Die order by, je kan ook op kolommen gaan sorteren. Dus ik zou nu bijvoorbeeld kunnen zeggen, laat ons sorteren op die kolom kinderen. En dat zo uitvoeren. Dan gaan we eigenlijk in stijgende lijn die kinderen hebben. Maar ik zou dit ook kunnen aanduiden met nummers. Ik kan bijvoorbeeld zeggen order by, dit is de kolom 5, order by 5. Dan gaat hij eigenlijk, maar dan gaan we hetzelfde effect hebben, dan gaan we misschien niks zien veranderen. Ik ga misschien eens sorteren op die vrouwen en ik ga dat in dalende lijn doen, descending. Dus we gaan nu de hoogste waarde voor vrouwen bovenaan krijgen. En dus de vierde kolom, hoogste waarde daarvan staat bovenaan en is dan dalend. Dus je kan de kolom naam gebruiken of een kolom nummer. Dus bekijk nog even, ik heb hier die velden samengeteld S kinderen en ik krijg dan een nieuwe output. En zo kan je dus heel makkelijk nieuwe tabellen maken met nieuwe kolomnamen. Heel handig voor het uitwisselen van data tussen databases. Maar we hebben nu in die databank heel wat jaren, groepcodes, stadskwartieren enzovoort. En ik zou nu eens kunnen zeggen, laat ik eens totale maken per jaar. Of in dit geval een gemiddelde per jaar. En dus wat ik ga doen is, ik selecteer het jaar, het gemiddelde van de mannen, het gemiddelde van de vrouwen uit die tabel Outer City en ik groepeer het per jaar. Dus ik heb hier iets nieuws, group by year. En dan wordt dat meteen ook geordend op jaar. Dus ik ga dat nu even uitvoeren en dan krijgen we de tabel zo. En dan zien we dat we 11 jaren hebben in deze databank van 1689 tot 1789, dus 110 jaar zit daar eigenlijk in. En om de 10 jaar is er zo een telling geweest. Dus op die manier ga je geaggregeerde data maken met een aggregatiefunctie, in dit geval het gemiddelde, en kan je gaan groeperen per jaar. Nu, een laatste query misschien is wanneer we op dat eindresultaat een selectie willen gaan maken. We willen eigenlijk alleen wanneer het gemiddelde van de mannen dat we overhouden hier groter is dan 30 zien. En dan gaan we niet where gebruiken, maar having. Een where statement, daar ga je eigenlijk beperken op de inputrijen. Dus je hebt je inputtabel. En je selecteert daaruit. Met having ga je op de output selecteren. We gaan dat even uitvoeren.
En nu gaat dat gemiddelde van de mannen allemaal boven de 30 blijven. Om het even te verduidelijken, stel dat ik nu zeg het moet boven de 124 zijn, dan gaan we direct een aantal rijen zien verdwijnen. En dan krijgen we alleen deze waarden nog. Zie je?